tussen de Vereniging Binnenlandse Houtproducenten, BHP, en de China Songhengtai Investment Company is er een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst betrof het te starten palmolieproject te Patamaka. De ondertekening gebeurde op dinsdag 3 juli in het perscentrum. Vandaag is het een heugelijk moment dat twee partijen namelijk China Songhengtai en BHP Binnenlandse Houtproducenten een overeenkomst zal tekenen over het Patamaka palmolieproject. Een project dat al bijna al een aantal jaren aan het wankelen is. En nu vandaag het feit dat dankzij deze regering een stap is gemaakt dat twee partijen vandaag de overeenkomst gaan tekenen. En nu een feit gaat worden dat Mungo Patamaka omgeving in productie gaat komen. Werkgelegenheid dat gecreëerd wordt en gaat komen. En namens deze regering die altijd het prioriteit heeft gezet voor werkgelegenheid, ontwikkeling. Want nu ziet u allerlei mensen langs de kant, langs de straat staan. Ze gaan naar het binnenland, hier en daar. Ze maken allerlei propaganda, reclame dat ja, zij gaan de productie brengen. Zij gaan districten binnenland in ontwikkeling brengen. Maar ik wil niet veel in details gaan, want toen zij aan de macht waren, de leiding hadden, alle tools in handen hadden, waarom hebben ze die tijd vanaf 2004 tot heden niet in ontwikkeling gebracht? Maar nu plotseling willen ze wel interessant doen. Maar dat is gewoon paniekvoetballen, maar daarvan liggen wij niet wakker. Wij gaan voor productie en daarom zijn we vandaag hier. U ziet het hier, er was een orders in de media. Men ging vanuit, ja, wie gaat het hout vellen, wie gaat dit doen, wie gaat dat doen? Oké, nu is het duidelijk dat er overeenkomst gaat getekend worden tussen China Songhengtai en BHP, Binnenlands Houtproducenten. Het is namelijk dankzij de regering, met name de president die alle inzet heeft gedaan, alle actoren heeft bij elkaar geroepen om te zeggen, luister mensen, het moet zo zijn dat de binnenlands bevolking van Patamaka, Mungo omgeving bij betrokken moet worden. Zij moeten de lead hebben. Zij zijn eigenlijk de bewoners die daar het zweet heeft gelaten en zij moeten bij betrokken worden. En daarom laat het media, laat het volk van Suriname ook weten dat niet de Chinezen, niet de regering het hout gaat vellen en door verwerken of dergelijke. Maar het zijn die binnenlandbewoners van Patamaka, die groep van BHP, die zal de activiteiten van hout vellen tot het verwerken, tot het plan klaarmaken van areaal op zich nemen. Daarom dat er vandaag gaat getekend worden. En sterker nog, de regering heeft getracht, gesprekken gevoerd met China Songhengtai, is een van de grootste investeerders, dat er ook aan de werkgelegenheid gedacht gaat worden. Ook de training, de nodige know-how aan de mensen van binnenland moet gegeven worden van Patamaka, dat ze straks, los dat ze in dienst zijn bij China Songhengtai, dat ze zelf gaan ondernemen. Dus na een tijd, na gelang van een tijd, na de scholing, na de opleiding, na de bijscholing van China Songhengtai, met die mensen die daar de leiding hebben, de projectdrager, dat ze dus know-how krijgen, dat ze zelf gaan ondernemen. Ze gaan alle bijscholing krijgen, ze gaan ook die sheet krijgen van China Songhengtai om zelf in productie te gaan. Dus dat, kortom, ze gaan zelf ondernemen en de producten of de productie daarvan gaat China Songhengtai opkopen van hun om het palmolieproces te voor te zetten. Dus voor dit heugelijk feit is nu echt om te applaudisseren en we kijken ook naar de toekomst, naar grote andere projecten die zal komen door de regering. Ook in de andere districten, we zijn druk bezig te kijken wat we bijvoorbeeld in andere districten moeten doen. De president is dag en nacht bezig met allerlei ontwikkelingen om te brengen voor de binnenland. En vandaag ziet u het feit dat Patamaka, district Mungo, aan het beurt is gekomen. En zo aanstond gaan we over tot het tekenen van de overeenkomst. Ik wil namens de regering iedereen bij deze van harte feliciteren. Ook u die hier aanwezig is, die gehoor heeft gegeven. Ook die mensen die de gelegenheid heeft niet gekregen om hier te zijn. Ook aan hun wil ik feliciteren dat er straks een feit gaat zijn dat de overeenkomst wordt getekend. En dat de economie van Suriname een booster gaat krijgen. En Mungo, Patamaka, met name Patamaka, dat we na een tijd u tegen Patamaka of Mungo gaat zeggen, dat gaat het een district zijn die wel
te danken is aan de regering dat tot ontwikkeling gaat komen. Vandaag is een bijzondere dag. Een dag waar wij gaan tekenen voor ontwikkeling voor onze district Marowijne. Een dag dat wij voor productie gaan tekenen. Zonder productie geen ontwikkeling. Een dag waar wij zeggen van we gaan samenwerken met China's en Hontai om Marowijne tot ontwikkeling te brengen. Want de afgelopen decennia met het vertrek van Suralco hebben wij gezien dat het district zit eigenlijk momenteel met een hosselen informele ontwikkelingen. En om in een formule te gaan heb je dan een bedrijf nodig of investeerders nodig om brood op tafel te garanderen zoals wij de grote bedrijven kennen. Zo bij deze wil ik die leden van de organisatie en de mensen van het district ook een riem onder het hart steken om te zeggen van China en Hontai gaat het niet alleen doen. Want wij weten dat er verschillende barrières waren in het verleden waardoor eigenlijk het project niet van de grond kon komen. Eén was dat er een heleboel andere groepen vanuit het buitenland in het district zouden komen en we zouden overspoeld worden met andere mensen. Maar we gaan tekenen en in ons overeenkomst staat dat net als die grote multinational bijna 90% van die arbeiders gaan bestaan uit mensen van het gebied. Twee, we zaten ook met dat van de betalingen, de loon zowel. En men vond we zouden dan lage lonen krijgen. Wat wij hebben gezien, deze regering ook heeft ervoor gezorgd dat we een minimumloon hebben in dit land. Dus geen enkel bedrijf gaat de Surinamers beneden het minimumloon kunnen betalen. Dus dat betekent wat wij gaan ontvangen, niet dat het goed is, want bij het ontvangen van lonen is een relatief begrip. Wat is veel, wat is weinig? Maar we zullen wel redelijk goed verdienen. Behalve dat geld dat we zullen verdienen, is er ook een model uitgewerkt dat men noemt outgrowers in het buitenland. Outgrowers betekent dat wanneer zo'n groot bedrijf bezig is met het planten van landbouwdingen, dat de familie in die gebieden dan arealen krijgen en zelf gaan planten en uit die winsten die daaruit zullen voortvloeien, krijgen ze ook een bepaald deel. Dus je wordt dan automatisch aandeelhouder. Een van die andere problemen die er ook waren, waardoor het project gestagneerd was. We praten vanaf 2004 tot nu toe, is al 14 jaar, zover zijn we al, dat die bomen die daar zijn, was er een probleem dat die mensen die bomen zouden wegdragen. Ik kan jullie wel garanderen, op dit moment heeft de president hemzelf ervoor gezorgd dat wij in aanmerking zijn gekomen, let wel, om dan samen met het bedrijf die bomen zelf te gaan vellen, te gaan fabriceren, te gaan bewerken en die bruinhaardpalen die we nodig hebben voor die projecten voor EBS, dat ook een deel van het hout wordt dan gebruikt voor onze lokale consumptie, als ik het zo mag uitdrukken. Dat van het hout, momenteel zitten meer dan 200 mannen in het bos. We kan gaan tot misschien zelf 350. Dat is een stukje werkgelegenheid wat we moeten gaan reguleren. En wij als organisatie, als commissie, die eigenlijk in de onderhandeling zit of zitten met de investeerders, hebben wij gezegd, we gaan het samen doen. We gaan die jongens in het bos niet broedeloos maken. Maar integendeel, we gaan samenwerken, we gaan ze reguleren. We gaan op een of andere manier gaan proberen, want we hebben het ook gedaan in andere gebieden. Want het gebied is een uitgestrekt gebied.
Het is gevoelig om te zeggen van dat 2004 moest de regering misschien 10 keren nadenken waar zoveel dorpen erom zijn. Om de bevolking of de gemeenschap niet erbij te betrekken voordat ze hadden getekend. Let wel, het is gevoelig om te zeggen, maar dat zoveel dorpen, het gebied is van Paramaribo, heeft de lengte van Paramaribo. Ga je door naar Lelydorp, je gaat verder naar Rijsdijk, je gaat verder naar Para, tot Sanderij is ongeveer 40 kilometer. Dan ga je nog 10 kilometer enzovoorts, 10 kilometer is 50 kilometer. Met een breedte van 10 kilometer, zo groot is het gebied. Dus wij als bewoners van het gebied, wij hebben gezegd, regering, jullie hebben gegeven. We willen samenwerken, maar omdat het gebied zo groot is, gaan wij participeren. Dus we zitten nu om te tekenen op grond van dat wij het hout samen gaan bewerken en verwerken. Dat wij geen makerlonen zullen ontvangen. En we worden automatisch aandeelhouders. Het is een nieuw systeem dat geïntroduceerd wordt in Suriname. En dat wij gaan zeggen 90% van die mensen die gaan werken, daar zijn mensen van het gebied. Dus het is een stap naar een samenwerking tot ontwikkeling van Marowijne, ons district, mijn geboortedistrict toevallig bij deze. En wij gaan alle middelen die wij hebben, want de regering ondersteunt ons, de president hemzelf. Van hieruit wil ik een oproep doen naar instanties die denken de zaak negatief te beïnvloeden. Ik ga het herhalen. Instanties zijn er die denken het district vanwege misschien etnische aspecten om onze papieren, het bureaucratie wat eigenlijk moet gaan temporiseren in een voortvarendheid. Dat wij tot onze rechten komen, maar omdat hun belangen niet liggen in Marowijne, dat ze die dingen achterwege laten. Wij als mensen van Marowijne gaan alle middelen inzetten om ons district te beschermen en tot ontwikkeling te brengen. We bedreigen niet, we eisen onze rechten op dit project moest allang van de grond komen. Het is een heel mooi project. Men zegt, die mensen willen niet beginnen. Het is niet waar. Die ambassadeur zit naast mij. China is een land met kapitaal. Wanneer je in het buitenland bent, Suriname is op de kaart werkelijk. Maar soms vragen ze waar Suriname is. Die mensen wachten natuurlijk op ons. Maar misschien hebben ze ons minder nodig dan wij. Ik heb geen underdog positie. Maar ik wil alleen benadrukken. Dit moeten we gaan samen doen en realiseren. Instanties zijn er die weten dat we die papieren nodig hebben en die papieren worden achtergehouden omdat het Marowijne is. Ik ben zelf vandaar. Wij vragen aan die instanties, die bomen die gekapt zullen worden, gaan we samenwerken met de regering en de leider van de regering, dat is de president. Wanneer hij een opdracht geeft, zie je letterlijk dat dingen worden lijkt het in het Nederlands zeggen, want ik ben een Okaner, dan zoek de woord met de maar begrijp niet. Jullie moeten de zaak niet gaan torpederen. Jullie moeten de zaak laten, laat Marowijne kan een stad worden. Marowijne grens aan een overzeesgebied van Europa. Dat is Frans-Guyana. Marowijne heeft veel potenties. Maar wanneer jullie belangen niet daar liggen, terpoderen jullie dingen letterlijk en stagneren jullie letterlijk. Er is nu al, men is nu bezig die jongens uit het bos weg te halen terwijl we bezig zijn zaken te structureren. Het gaat jullie niet lukken. Marowijne is een district van verdediging. We gaan democratische, alle rechtsmiddelen, met positieve gedachten, met open mind, Marowijne tot een stad maken. Met China Sanghontai maken wij de eerste stap. We zijn trots op het bedrijf. Dat China Sanghontai het niet kan, is niet waar.
Patamaka zelf, oud Patamaka gebied, was kleiner met minder kapitaal. Die Chinezen kunnen het, maar we gaan het samen doen, let wel. En wij zullen het mee bepalen. Dat ze het niet willen is niet waar. Dat ze het niet kunnen is niet waar. Het bureaucratisch systeem en het enge politieke cultuur van toen met vele belangen erbij heeft het project achtergehouden. Maar wij hebben erop gestaan als mensen van het gebied en we hebben gezegd van we gaan met China zijn Hontai een goede toekomst tegemoet. En ik wil ook mijn mensen van hieruit feliciteren. China zijn Hontai ook van harte welkom officiële eten in ons gebied. In Marowijnen, dat Mungo, Albina, Marowijnen een poort zal zijn vanuit Europa naar Suriname. 我们开幕式就是庆典开工的时候，我就说过，我说我们虽然人是可以做得好的。 Bij de opening ceremony van het project heb ik al in het begin gezegd dat onze Surinamers het heel goed kunnen doen. Op het project Patamaka hebben we heel veel lokale werkers en ook de supervisors zijn allemaal Surinamers en zijn heel hardwerkende arbeiders. Als u kijkt naar deze twee plantjes hier in de zaal, over 2 jaar kunnen ze allemaal vruchten dragen. 所以说要在此地，我邀请大家现场的人，2年以后我们一起去采果子。谢谢大家。 Ten laatste wil ik iedereen bedanken. Ook, en over 2 jaar wil ik jullie allemaal uitnodigen om samen naar Patamaka te vertrekken en zullen we de vruchten samen plukken. Ja, het doet me heel groot genoegen om bij deze gelegenheid te mogen bijwonen. Dus ten eerste wil ik namens de ambassade de tekening van deze overeenkomst te feliciteren. Ja, eigenlijk 10 jaar geleden heb ik ook hier op de Chinese ambassade gewerkt. En toen, ik geloof in 2004, werd dit project goedgekeurd door het parlement. Toen was ik ervan overtuigd dat dit project een goed project was. Met dit project en vooruitgang zou kunnen worden behaald van de ontwikkelingen, van economische ontwikkelingen van deze plaats, Patamaka gebieden. Dus na zoveel jaren is het nu het feit. Nu ben ik, geloof ik nog steeds dat dit een goed project is. Dit valt in de belangen van de economische ontwikkelingen van de plaats. Het heeft ook betekenis voor de goede betrekkingen tussen onze twee landen. Dus onze regering ondersteunt dit project. En het feit dat vandaag de overeenkomst wordt hier getekend, spreekt zichzelf dat dit project ook ondersteund wordt door de regering van Suriname. Dus ik denk dat met ontwikkelingen van dit project, met het succes van dit project, het zal zeker de ontwikkelingen niet alleen van de plaats, maar ook van Suriname en vooruit kan worden vooruitgang kan worden geboekt. Ik denk dat dit heeft niet alleen, dit heeft eigenlijk meer betekenis, omdat tegenwoordig hebben wij zo goede betrekkingen tussen China en Suriname. En er zijn projecten van de Chinese bedrijven, maar meer van de staatsbedrijven. Maar dit is een privébedrijf. Dus ik denk dat dit ook betekent dat wij ook meer investeerders kunnen aantrekken van China.
niet alleen van de staats, maar ook van de particuliere investeerders. Dus, en dit is ook een project op het gebied van landbouw. We willen eigenlijk ook meer aandacht aan dit gebied tussen onze twee landen. Dus ik denk met succes van dit project zullen er zeker meer investeerders vanuit China voor dit gebied van landbouw. Dus ik denk dat met meer projecten van landbouw, productie van landbouw, dus meer werkgelegenheid kunnen worden geschapen. En ook dit valt in de plan van de ontwikkelingen van Suriname. Dus wil ik heel graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn wens uitspreken voor het succes van uw samenwerking. Ik denk dat dit is een samenwerking van win-win. In de overeenkomst staat duidelijk dat dat het bedrijf, de investeerders, gaan gewoon met de wetbosbeheer. We hebben dan een wet in Suriname, hoe hout te kappen, hoe hout te produceren. Wanneer je meer dan 5000 hectare hebt, weet je wat je moet doen. Dat staat allemaal in de overeenkomst. Dat men geen hout gaat kappen zonder toezicht van de SBB en zonder de wet die we eenmaal hebben, wetbosbeheer. En dat het hier wordt geproduceerd, staat ook dat er een fabriek wordt opgezet. Het is eigenlijk een algemene vraag voor, nu voor alle. Er is nu een fenomeen in Suriname voor rondhout exporteren, emotionele dingen doen. Het is begrijpelijk, het is een samenleving. We moeten weten wat gebeurt met ons hout. Het rondhout wordt exporteren van rondhout wordt getemporiseerd en afgebouwd. Omdat wetenschappelijk, wil ik even kort zeggen, is het bewezen dat wanneer je een hectare hebt en je haalt 25 kuub uit zo'n hectare, 100 bij 100 meter, dan haal je 25 kuub eruit, herstel het bos, het tropisch bos, zich weer. Dat eigenlijk er moet een voorlichting komen. Ik vind dat wij als stakeholders en die instanties, dat we ook een beetje dralen of we zien dingen over het hoofd om het naar buiten te brengen, om de samenleving te informeren over het bosbouwgebeuren in Suriname. Je ziet houtblokken langs de wegen, trucks maken, kabouken. Ik ben zelf houtproducent. Maar wetenschappelijk is het bewezen dat ze geven je palmentuin, je haalt 25 kuub eruit. Na 25 jaar mag je weer daar gaan kappen, herstel de tropische bossen zich weer. En het hout wat daar is op Patamaka, komt daar een fabriek. Met die investeerders gaan dan een fabriek opzetten om het hout te verwerken. Er gaan Surinamers daar werken. En wij als organisatie hebben dan... Dit overeenkomst gaat ook specifiek daarom. Het hout gaan wij kappen, gaan we vellen en verwerken. En met alle natuur- en milieuaspecten en die instanties van Suriname gaan we kijken hoe dan het maximaal te benutten dat u en mijn kinderen, mijn achterkleinkinderen en kleinkinderen, ik ben zelf van het gebied, dat er geen ravage en ruïne achterlaat, zoals we nu praten over Suralco, dat weg is gegaan. Wanneer die multinationals weggaan, zitten wij met die gebakken peren. Daarom zitten we met een team dat we onze nakomelingen niet het dupe ervan gaan worden, dat we weer zitten met een heleboel, zitten we overhoop met een gebroken en verlaten achterland en dat wij dan gaan zitten jammeren en klagen. Wij gaan erop toezien dat wij wat we daar gaan doen, dat het goed is voor de gemeenschap en voor onze nakomelingen. Nu moet er wat schoongemaakt worden om dan die bomen te planten. We kunnen al gaan verzagen. Je kan het doen met een mobiele zaagmachine. Je kan het doen met kettingzaag. Je kan een professionele om een groeifabriek nu op te zetten. Neem het zeker 2 tot 3 jaren.
Dus er zijn bedrijfsplannen onderling en u als samenleving, u als ook en oor van het volk, gaat ook kritisch begeleiden. Dan gaan we gaan het samen doen. We leven in een geciviliseerde samenleving waarin ieder recht heeft om te zeggen, om te kijken, om kritisch te begeleiden. Dus het fabriek komt eraan. Het hout wat we nu hebben gaat ook in uw voordeel komen, want elektriciteit, die bruinhaardpalen die u moet krijgen om elektriciteit te krijgen aan uw huis, een deel van uw bruinhaardpalen wordt gekweild daar en komt naar de stad, naar die projecten die er zijn in Suriname, voor Tjari Stroomgides, maar naar de Osso. Het kapmateriaal van uw huis, want Suriname, we kennen niet veel metalen, kapconstructies worden ook van groffolo, koppie en andere houtsoorten gemaakt. Dus het hout van Suriname hebben wij nodig. We moeten het wel goed en duurzaam gaan benutten. Zoals wij doen met die andere concessies, gaan we ook toezicht. En SBB is er om toezicht te houden hoe we het hout gaan bewerken en verwerken daar.